Dit is Marieke Vermeijeren van de Bewustzijnsschool uit Amsterdam. Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast die jij in heel Nederland kan luisteren vanuit je stoel, vanuit de trein, vanuit het vliegtuig, waar je dan ook maar bent. Om jou de tools en tips en tricks, inspiratie, informatie en extraordinary kennis te geven, zodat jij het leven kan leiden en het leven kan vormgeven zoals jij het optimaal voor jezelf voor ogen hebt. Want dat is immers de bedoeling. Wat leuk dat je luistert naar de podcast. Ik ben Caroline van der Beek van levenuitjehart.nl en teacher bij de Bewustzijnsschool in Amsterdam. Vandaag gaan we het hebben over affirmaties. Affirmaties helpen je om belemmerende overtuigingen om te zetten naar helpende overtuigingen. Je kunt jezelf hiermee als het ware herprogrammeren. Het is niet zo dat je deze gewoon kunt opnoemen of oplezen zonder verbinding met je hart te maken. Dan werken ze niet. Dit komt omdat je dan bezig bent met je bewuste brein. En belemmerende overtuigingen komen vanuit je onbewuste. Op dat niveau zijn ze gecreëerd en op dat niveau zul je ze ook moeten transformeren. Om in de theta-staat te komen, een staat waarin je toegang hebt tot je onbewuste, zul je eerst een meditatie moeten doen waarin je hart en brein met elkaar verbindt en een gevoel van dankbaarheid voelt. Deze meditatie zal ik zo inleiden en dan gaan we meteen een aantal affirmaties doen die jou helpen om de beste versie van jezelf te worden. Deze affirmaties zijn het meest effectief als je ze vaak herhaalt. Daarom raad ik je aan om dagelijks een paar minuten je aandacht te richten op wie je wilt zijn, met de bijbehorende affirmaties. Het beste tijdstip om dit te doen is in de vroege ochtend als je net wakker wordt en 's avonds vlak voordat je gaat slapen. We gaan nu beginnen met de meditatie. Ga lekker en ontspannen zitten met een rechte rug, je voeten plat op de grond en ga iets langzamer en dieper in- en uitademen. Houd ongeveer 5 tellen inademen en 5 tellen uitademen aan. Het mag ook ietsje sneller, 4 tellen in, 4 tellen uit, of ietsjes langzamer, 6 om 6. Wat voor jou het meest ontspannen aanvoelt. Verplaats nu je aandacht van je hoofd naar je hart. En je kunt dit gemakkelijk doen door 1 of 2 handen op je hart te leggen. En roep nu een gevoel van dankbaarheid en liefde op. Voel dit gevoel helemaal door je heen stromen. En met dat gevoel van liefde en dankbaarheid mag je nu een glimlach op je gezicht zetten. Dan geef je je hersenen een signaal van blijdschap. Voel de blijdschap, de liefde en de dankbaarheid in je lijf. Voel het door je heen stromen. En concentreer je nu op mijn stem en zeg elke affirmatie na in stilte. Elke intentie die ik uitspreek is zuiver en oprecht. Ik ben dankbaar.
Ik leef vanuit liefde. Ik leef vanuit vertrouwen. Ik ben gelukkig. Ik heb zelfvertrouwen. Ik leef en eet gezond. Ik ben het waard om het leven van mijn dromen te leven. Ik doe elke dag iets om mijzelf te verbeteren. Ik geloof in mezelf. Neem nu de tijd om dit gevoel te verankeren, zodat je het kan meenemen in de rest van de dag. Of als je nu in bed ligt, dat je het kan meenemen in je slaap. Dank je wel voor het luisteren en tot een volgende keer.